Ja, natuurlijk, Fasjie weer. En vandaag weer een nieuwe live commentary, live video hier op mijn kanaal. Vandaag gaan we spelen op de map Effect. En je ziet het, ik ben rank level 11. En dat komt omdat ik nog niet zo hoog gerankt ben. Natuurlijk, gisteren kwam de beta uit op de Xbox One. En toen ging de game elke keer bij mij hangen. En ik werd eruit gegooid. En weet ik veel. En ik kreeg elke keer dat mijn beeld ging freezen, zeg maar. Ik weet niet of meer mensen dat probleem hebben gehad. Maar in ieder geval, het was verdomde irritant. Dus ja, ik ben natuurlijk laag gerankt. En ik dacht bij mezelf, nou weet je wat, ik ga doen gewoon. Ik ga een keertje met de CUDA spelen. Vind ik wel een, op zich een leuk wapen. Alleen het nadeel vind ik wel een beetje. Wat mij heel erg opvalt, is dat gewoon eigenlijk er maar één SMG heel erg goed is. En dat is, wat ik weer, de Razorback. Ik speel hier voor de gein een keertje met een Red Dot op. Al is hij zonder Red Dot ook wel best wel lekker speelbaar, maar. Wow, 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 wow. Ga jij maar voor? Oké, nice. Nou. Oh, een kut! Via de muur! Aan de zijkant kwam hij naar binnen. Oh, zo irritant, maar. Probleem is ook wel TDM. Ik speel nooit TDM, moet ik eerlijk zeggen. Oh, kut, AIDS. Dat was een foutje. Ik speel nooit eigenlijk TDM, omdat ik het. Weet ik niet. Oh, nou, what the fuck. Omdat ik haat om tegen campers te spelen. Ik heb wel het idee dat er in TDM meer wordt gecampt. Maar in Domination wordt er vaker gespawntrapped, zeg maar. En dat is zo fucked up irritant. En ja, weet ik niet. Het heeft allebei wel iets kuts, zeg maar. Oh. Ah, kutzooi. Ik kon er precies iemand aanlopen. Ik ga eens een keertje gewoon fully rush gewoon proberen te spelen. Kijken of dat goed gaat. Kijken hoe dat gaat. Smoke them. Maar tot nu toe. Ja, weet ik niet. Ik blijf het altijd lastig vinden om volledig te rushen. Ik heb altijd het idee dat je gewoon. Hoe moet ik het zeggen? Je dood tegemoet rent, zeg maar. Kijk, hier zie je dus in dat die CUDA gewoon veel te zwak is ofzo. Ja, ik raak hem ook niet helemaal volledig. Maar toch, hij raakt mij ook niet volledig natuurlijk. Dus ja. Even kijken hier. Oké, ik heb een rune. Daar is die rune voor. Die is voor mensen te killen. Ik ben wel heel erg overpowered. Dat wel hoor, moet ik even toegeven, maar. Beetje zelfs irritant overpowered, maar. Oké, hij is dood, boven dood. Kom maar hier, kom maar hier, kom maar hier. Oké, hier stond er eentje nog stil. Wow, wow, wow. Even hier naar de overkant. Proberen om alleen maar vooruit te denken. Dat is echt lastig, is dat. Kutzooi, vooral als je dat tegenkomt. En dat randje is zo irritant. Kijk maar, dat is een soort van. Je kan het zien als een soort van headglitspot daar. Dat is echt zo fucked up. Headglitspots zijn zo irritant. En vooral in Call of Duty. En eigenlijk heel veel mensen die klagen erover. Toch blijven ze dat er maar doen, hè. Ah, kut. Nou, ik werd ik geruined. Zou ik zo zeggen. Ik werd geruined. Heel mazzel. Hij schoot op die andere. Maar die CUDA is ook wel fucking. Lijkt wel rapid fire. Zo. Oh my god. Ik werd gesaved in mijn reet. Oké, okay, komt hier langs. Kun je zien dan via mijn Sixth Sense, zeg maar. Ga toch rennen. UAV inbound. Oké, okay, nice. Oh, achter me, achter me. Daar. Daar. En omheen. Nee, 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 nee. Ah, jongens, kom op. Ik had bijna mijn UV'tje.
God kan leren. Jezus, mensen. Ja, echt kut. Ik vind het al eigenlijk best wel veel. 5 kills en dan heb je pas een UFO'tje. Terwijl in Domination heb je gewoon een kill in de cap. Weet je, dan heb je hem al bijna... Shit. Waar zitten ze? Ja. Headshot? Kan toch eigenlijk helemaal niet, jongens. Hostile UAV incoming. Oh. They're against the wall. Press your advantage. Dik verliezen en dan toch... Nou, dat is slecht, Chris. Kan nooit vanaf daar, Chris, met je rune. En toch proberen. Zo, jij hebt het druk. Jij hebt het ook druk. Oh my god. Oh. Healen. 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 Hé, hey, hij is weg. Hij is dood. Hij is helemaal dood, jongens. Uh-oh. Hier naar boven. En dan hopen dat hij beneden zit. Oh my god! Killetje. Oh nee, ik werd gered. Oh jongens, kom op nou. 15 om 10. Mission reassignments inbound. Nou, ik heb goed nieuws. Kick some serious ass, MVP. Guys. Ja, maar TDM doet natuurlijk wel heel erg kort, hè. 75 puntjes. Dus... Nou ja. 1.5 ratio, ik vind het genoeg. Ik vind het genoeg, ja toch? Het is wel leuk een Kuda te spelen. Alleen, ja, nogmaals wat ik zeg. Ja, het lijkt erop dat hij gewoon... fucking niet zo heel erg sterk is, maar... Oké, dat is mijn mening. Jongens, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. En bye bye.